Jullie Akkerman, 5-1, had je dat verwacht? Nee, geen 5-1, had ik niet verwacht. Mede omdat ik al gewoon een prima ploeg, goede resultaten gehad. Alleen ik denk als wij zo spelen, dan win je van iedereen. En dan moeten ze blij zijn dat het nog bij 5-1 blijft. En, ja, maar als je nou begint met zo'n wedstrijd tegen de mede koploper, hè? Jullie hebben wel één wedstrijd minder gespeeld. Wat denk je dan? Nou, dat wordt een moeilijke wedstrijd. Je weet altijd, ze hebben gewoon een prima ploeg hier, een paar goede spelers. Ik denk alleen dat wij in de breedte gewoon een stuk sterker zijn. Als wij Jim Broes erin kunnen zetten bijvoorbeeld, ja, dat kunnen zij minder. En als wij goed aan de bal zijn, dan winnen we van iedereen. Alleen het ligt vaak aan onszelf als we onze punten verspelen. Vandaag was iedereen scherp. Je bent een aanvaller, maar je bent geen verdediger. Nee. En Niels Korst eruit speelt, ja, dan ben je de ziel weg van de medeblik. Bij jullie heb je dan toch nog Tommy Overtoom. Ja, zeker. Twee assisten en hij wist man of de mensen. Jij hebt er ook twee. Ja. Hoe kan dat? Ja, ik weet niet. De zijkanten waren goed vandaag. We hadden al een beetje ingelezen dat hun achterhoede aan de zijkant wat traag was. En wij met onze individuele snelheid lopen er eigenlijk zo doorheen. Dus dat was goed ingelezen. En ook met Niels, het is een goede voetballer. En als je die eruit haalt, ja, dan is eigenlijk alles weg bij hun. En dat hebben we goed gedaan. Nou is het nog tegen de DWOB en dan zijn je op 29 punten, hè? Als we die winnen wel, ja. Het zijn altijd lastige potjes voor ons op gras. Op kunstig zijn we gewoon een stuk beter dan op gras. Dat is gewoon een feit. Maar ook dit jaar winnen we eigenlijk onze wedstrijden vrij gemakkelijk ook op gras. Maar ja, dat zijn dode weekse wedstrijden, hè? Ja. We hebben tenminste geen kater op het veld, dus dat is ook wel weer positief. Dus we zijn wel allemaal fit. Nee, dat moeten we ook gewoon zien te winnen. Dan ben je gewoon aan de stand verplicht klaar. Ja, dan is het toch geen kermis? Maar het was toch geen kermis vandaag? Nee. Vandaag waren we allemaal fit, dus dat ging goed. Gefeliciteerd. Dankjewel, top. Jij ook. Het is bijna een ongeschreven wet. Als je in de krant komt te staan voor de wedstrijd, dan verlies je. Is het zo? Ja. Het was voor mij de eerste keer, dus dat blijkt dan, als dat zo is. 5-1 is wel een vernedering, hè? Ja, absoluut. Zeker weten. Ja, wij kwamen hier ook naartoe om die gasten het moeilijk te maken. Ik denk dat we dat in het eerste bedrijf best wel redelijk lukte. Vrij georganiseerd, maar ik denk dat er op een gegeven moment na de 2-0 dan lijkt er wat te knappen en dan loopt het leeg. En dan, Niels Korster, licht geblesseerd. Niels en nu ook al licht geblesseerd. Ja. En dan heb je de angel uit jullie aanvallen. Dat lijkt er wel een beetje op, ja. Ja. In de zin van de diepgang zeker. Ja. Ja. En in het begin dacht ik wel, ik denk jullie houden toch wel stand, 1-0. Ik denk nou dat komt wel goed, komt wel op 1-1, want die hadden jullie ook. Ja, we kregen voor rust, krijg je gewoon drie levensgrote kansen. En ik denk als je die maakt dat het sowieso een hele andere wedstrijd wordt. Maar goed, dat is niet het geval. Je bloot jezelf daar nog niet. En die jongens, ik moet zeggen dat West-Fries uiteindelijk gewoon hartstikke makkelijk scoort en klinisch. Daar hebben ze natuurlijk ook gewoon de spelers voor. Goede ploeg. Ja, zoals Wesley Mack, dat is de man die hier de doelpunten maakt. Ja. We hebben er ook twee gemaakt. Ja, maar, dit doet hij goed. Ja. Goed spelen. Hey, jullie hebben 1 wedstrijd meer gespeeld. Jullie stonden wel gelijk. Maar ja, jullie moeten nu eigenlijk een beetje kijken waar. Jullie hebben gelukkig die periodetitel, dus je kan nog altijd meedoen voor de tweede klas. Ja. Maar ja, voor het kampioenschap, was dit de wedstrijd die je daardoor verloren hebt? Nou, dat weet ik niet. Ik kan er niet op vooruit lopen, maar ik denk dat je vandaag wel een goede les hebt gehad. Vorige week een beetje geflatteerd, verloren, 2-1 van Albersvoort. Ja, je had 4-2 tegen SCW, had je het ook al moeilijk. En dan een Grasshoppers 3-1. Ja. Ja, het is eigenlijk een optelsommetje van jongens, waar moeten we de winst nog halen? Ik wilde hoop vandaag hier, maar is ook niet gelukt. Dus, volgende week? Volgende week Blokkers thuis. Nou, dat mag je. Dat lijkt mij wel, maar goed, dat weet je natuurlijk ook niet. Jongens, we spelen vandaag ook weer gelijk. Dus, meestal zeggen ze, je moet van de bovenste moet je het hebben, niet van de onderste. Nee, daarom. Klopt. Nog succes. Dankjewel.